On the 16th of December, 1944, a massive artillery barrage caught Allied forces off guard, signaling the start of an unexpected German counteroffensive in the quiet Ardennes forests. Their intention? Split the Allied lines in half and ultimately claim the valuable harbor at Antwerp. Their timing is impeccable. With the cold winds of winter blowing in, our superior air forces have been grounded, and the Germans are taking full advantage of the situation. Two full panzer divisions hit the weakly defended Losheim Gap along a 45-mile front, driving deep into Belgium and Luxembourg. Within 24 hours of the Germans unleashing their desperate offensive, the initiative in the battle for Europe completely changed hands. The 5th Panzer Division attacked Bastogne and Saint-Vite, aiming to capture these strategic road junctions and secure their hold on the region. U.S. forces now scramble to stem the tide of Germans pouring into Allied territory. Though our lines may have bent, our men will not break. The German offensive will be turned back. Dames en heren, welkom. Dit is Dutch Dragon en we stappen over van Hearts of Iron naar Company of Heroes 2, in het bijzonder de Ardennes Assault campagne. In deze campagne vechten we met name Amerikaanse elitetroepen tegen een Duitse verrassingsaanval die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd uitgevoerd. Iedereen dacht in de winter van 1944 dat de oorlog snel voorbij zou zijn. De Duitsers hadden daar een andere mening over. Ze verzamelden alle troepen die ze nog hadden in het Ardennenbos in België en probeerden vanuit daar een hele grote tegenaanval in te zetten. En het is aan ons om die aanval tegen te gaan. We mogen daarvoor met 3 units vechten. We kunnen echter uit 4 kiezen. Deze laat ik weg. Dit zijn vooral soldaten die gespecialiseerd zijn in het verdedigen. Ik ga daarentegen werken met soldaten die goed samen kunnen werken met tanks. Een groep soldaten met parachutisten en vliegtuigen. En de Rangers. En nou zijn het natuurlijk allemaal stoere mannen. Maar de Rangers, dat waren de stoere mannen van de stoere mannen. Dus dat zijn echt de ruige types. Het begint opnieuw met een klein filmpje volgens mij zo meteen. Maar eerst de kaart. Ik kan die nu nog niet schuiven, want dit is even de verplichte tutorial campagne. Die kan ik niet overslaan. Oh, ik kan wel schuiven. Mooi. Ja, je ziet hier nog net het laatste stukje Nederland. Dit is dan zomaar Maastricht. Dit is een stukje Limburg. Het speelt zich vooral af in België. Vanuit België proberen de Duitsers dus eigenlijk de Amerikanen en de Engelsen terug te dringen. Om dan uiteindelijk Antwerpen in te nemen. Dat staat niet eens op de kaart, te ver weg. Maar daarvoor moeten ze eerst door al dit gebied. En ze kwamen daar stiekem vrij ver mee. En het is aan ons om ze proberen tegen te houden. We spelen dus met 3 groepen. De eerste missie is met de Rangers. En de missie bestaat uit het vasthouden van Elsenborn Ridge. En daar gaan we dus mee beginnen. Dat start opnieuw met een klein filmpje. The German counteroffensive has been swift and deadly. Pouring into the Ardennes, the enemy drove our boys from the twin towns of Rockerat, Krinkelt, all the way back to Elsenborn Ridge. It is here that we've drawn a line in the sand. With poor weather hampering air support, our men are now relying on heavy artillery and grit. They are all that keeps the Germans from pushing further into the Ardennes. All right, men. We don't let a single damn crowd pass this ridge, got it? We've got artillery support standing by to help out. Move into battle formations, and be ready to rip the enemy to shreds. Oké, voor we beginnen even korte uitleg. Elke missie begint meestal, niet allemaal, met een kamp. In dit kamp kan je verschillende dingen bouwen. Bijvoorbeeld hier in de barracks. Riflemen, dat zijn soldaten met redelijk eenvoudige geweren. Zo te zien hebben we al een groep riflemen. Ja, hier zie je. Ik zal even niet de muis erop houden, want dan wordt hij zo lichtgevend. Maar het is een echte rifle. Een lang geweer, wat op een redelijk lange afstand kon schieten. Een stuk of 8 keer en dan moet hij herladen. Wat we verder kunnen bouwen zijn de Echelon Troops. Dat zijn eigenlijk ja, niet echt soldaten. Ze hebben wel een geweer, maar niet super effectief. Ze worden vooral gebruikt, je ziet er ook een bouwicoontje om van alles te bouwen. Bijvoorbeeld prikkeldraad, tank traps, van die
grote ijzeren kruizen. Die hier zie je bijvoorbeeld eentje, een tank trap. Daar kan een tank dus niet doorheen rijden. Ook machine guns, althans de posten daarvoor. Dus een soort bunkertje. In dit geval heeft hij nog geen machinegeweer. Dus deze mannen bouwen dus het bunkertje. En vervolgens upgrade je het bunkertje dat er ook nog eens een machinegeweer in zit. Je kan er ook gewoon een unit in zetten. Dan stap je gewoon de soldaat het bunkertje in. Soms net zo effectief. En verder kan de barracks een ambulance bouwen. En daarmee kan je soldaten healen. En eventueel ook aanvullen als ze verliezen lijden. Tweede stukje. De luitenant. Machinegeweer. Zwaar machinegeweer wel te verstaan. Ik kan het verschil nog niet laten zien, want ik heb er nog geen gebouwd. En de anti-tank gun. En een vrachtwagen waarmee je soldaten snel kan verplaatsen. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Dan een kapitein. Dat is weer een hogere officier. Een mortieren team. Dus uitgerust met mortieren. En een lichte tank. En tenslotte een majoor. Met een medium tank. En in dit geval ook een howitzer. En later in het spel kan je ook nog een zware tank bouwen. De zware tank is vooral geschikt om andere tanks uit te schakelen. En de medium tank kan zowel tegen andere tanks als tegen soldaten worden ingezet. De lichte tank, deze dus. Ja, die is eigenlijk alleen maar geschikt tegen infanterie. Maar niet tegen tanks. Een echte tank schiet dit kleine tankje meteen aan. Ze zijn ook super klein om te bouwen. Ik gebruik ze zelden. Goed. Vervolgens zie je hier nog een balk met allerlei opties. Bijvoorbeeld deploy rangers. Extra manpower, dat is dit. Bommen. En een artillerie strike. Dit is specifiek voor de groep waarmee we nu spelen. Die Fox Company Rangers dus. Als we dus daar straks met de parachutisten gaan spelen, dan wordt dit anders. Dan zie je bijvoorbeeld de parachutisten staan. En een vliegtuig met machinegeweren dat dan even voorbij vliegt en de machinegeweren leegschiet op een vijand. Bommenwerpers of zelfs munitie die uit de lucht wordt gedropt. En daarmee kan je dan hier de munitie weer aanvullen. Of eventueel ook fuel. Deze punt heb je nodig om iets te bouwen. Als we bijvoorbeeld een rifleman willen bouwen kost dat 280 manpower. We hebben nu 777. En per minuut komt daar 249 bij. Ja, we kunnen ook allerlei upgrades uitvoeren. We kunnen ze ook rangers oproepen. Je ziet dat die 400 punten kosten. Dat is dus veel meer als deze mannen voor 280. Maar dit zijn dan ook betere soldaten. Ik zei al, dit zijn een beetje de stoere jongens onder de stoere jongens. Goed, dat is dus hoe het spel werkt. En dan stel ik voor dat we gaan beginnen.